Yes, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij de allerlaatste editie van de Vitesse Quiz. Georganiseerd door onze hoofdsponsor eToro. In de allerlaatste editie nemen Enzo Cornelissen en Daan Reiziger tegen elkaar op. En wordt hun kennis ook weer op de proef gesteld. Vandaag is dus aflevering 3. In de vorige aflevering hebben jullie kunnen zien hoe de veldspelers en de keepers eigenlijk gewaagd aan elkaar zijn. En vandaag, in de laatste aflevering, wordt dus alles beslist. En vergeet niet, het verliezende team vandaag moet dus echt een hilarische opdracht uitvoeren. Ik raad je dus echt aan om even tot het einde te kijken, want ja, dat wordt gewoon fantastisch. Oké, ik heb er heel erg veel zin in. De allerlaatste aflevering. Laten we snel doorgaan naar ronde 1. In de eerste ronde beantwoorden beide spelers 4 Vitesse gerelateerde vragen. Elk vraag heeft maar 1 goed antwoord. Beide spelers hebben 7 bordjes in hun hand. Weten zij het juiste antwoord te geven? Vraag nummer 1. Welke speler heeft al de Eredivisie, KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal in zijn prijzenkast staan? Hij zit bij ons in de selectie. Heb je al een idee? Goh. Nee, allebei fout. Nah. Het is Kjell Scherpen. Ja, die zat erachter als optie 2. Maar... Vraag 2. Welke speler heeft als bijnaam... Ja, de tractor. Oké, nou kom maar. Je krijgt allebei een punt. Vraag 3. Welke speler scoorde in de 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Tottenham Hotspur in de Conference League vorig seizoen? Nou, wat moeilijk. Nee. Het was uiteraard Witek. Oh, tuurlijk. Hoe kan je dat niet weten? Je was erbij. Ik zit die uitwedstrijd in mijn hoofd. We gaan door naar vraag nummer 4. De allerlaatste vraag. Welke speler speelt al het langst in het eerste elftal van Vitesse? Goh, hier is hij goed. Dus dat maakt eigenlijk niet meer uit wat jij doet. Maar ja, het is wel goed. Het is inderdaad Jeroen Hout. De eerste ronde is gewonnen door Enzo. We gaan door snel naar ronde 2. Ronde 2 is eigenlijk heel erg simpel. Beide heren krijgen namelijk 5 vragen voorgeschoteld. En zij mogen die vragen op een hele leuke en creatieve manier gaan beantwoorden. In deze ronde bestaat geen goed of fout. De leukste uitleg krijgt namelijk gewoon een punt. Maar we hebben iets leuks in deze ronde. Bij deze ronde mag je namelijk de eToro Joker inzetten. De eToro Joker mag je gebruiken. Het groene vlagje steek je omhoog en dan mag je een andere speler opnoemen dan de speler die op het bordje staat. Op deze manier kan je dus echt je eigen antwoord kiezen en kijken hoe creatief de spelers zijn. We beginnen hier bij Daan. Welke speler is over 10 jaar het meest geld waard uit de huidige selectie? Wie denk je? Ikzelf natuurlijk. Jijzelf? Ja. Want? Nou ja, ik ga veel wedstrijden spelen hier en ik hoop hier nog lang te blijven. Ja, mooi antwoord. Mooi antwoord. Gabi. Oké, waarom? Ja, dat is een huurspeler. Ja, maar over 10 jaar, hè? Die is nu 18. Ja, dan moet je weg. Ja? Van voor deze club, zegt hij. Ik bedoel, we hebben allemaal gezien tegen Groningen dat hij er aardig wat van kan. Mm-hmm. Dus ik denk dat hij over 10 jaar het meest waard is. Ik denk het misschien ook, maar ik vind het heel mooi, Daan, dat jij zo'n mooi toekomstplan hebt voor jezelf. Ja, tuurlijk. Ik gun jou wel een puntje. Ja? Dankjewel. Ja? Dankjewel. Vraag nummer 2. Welke speler investeert het meeste aan zijn uiterlijk? Bij mij zit hij er niet tussen. Dat is een groene vlagje. Ja, ik heb ook het groene vlagje. Ja. Ik kies voor Manhoef. Manhoef is... Komt altijd in het trainingspark. Is lekker ijdel. Nah. Ziet er altijd goed uit. Oké, Daan? Ik zeg Mo Sanko. Ja? Ja, want die komt altijd, die heeft iedere dag een verschillend pak aan. En niemand anders heeft die pakken die hij aan heeft. Oversized, dan weer strak, dan weer een basketbalshirtje, dan weer noem het maar op. Die heeft van alles aan en laatst kwam hij volgens mij ook in een moskee iets. Fantastisch. Ja, dit heeft Mili al gezegd, dus ik vind het een beetje dubbelop. Nee, maar deze dingen die ik gezegd heb, heeft hij niet gezegd. En ik vond hem kort maar krachtig en ik wist waar ik het over had. Ja, hij is wel overtuigend. 2-0. In welke spelen moet de fysio de meeste tijd investeren? Heb ik toch mezelf, aangezien ik er een half jaar uitgelegen heb met mijn pols. En daarna nog op het eind met mijn knie. Dus ik heb beide vakanties samen met onze fysio doorgebracht. De vraag was in wie hij het meeste tijd moet investeren. En hij doet iets in de verleden tijd. Dus ik vind het niet helemaal goed begrepen. Maar ik zou zeggen... Wie zegt dat het niet nog steeds zo is dan? Ik zou zeggen Matus Bero. Die ligt vaak op de massagebank. Ja. 5 minuten. 5 minuten per dag. Lekker ready zijn. 5 minuten. Dus, ik zou Matus Bero zeggen. Het is 2-1. Ik vond zijn antwoord gewoon veel beter. Klaar. Oké. We gaan door naar vraag nummer 4. Welke speler heeft het grootste talent naast voetbal? Kijk, dat vind ik nou echt een leuke vraag. Ja, oh, dat is makkelijk. Ja, dat ga ik net doen. Ja. Mooie Manu. Die kan, als hij wil, denk ik, meedoen om met de beste van de wereld te boksen. Je bent heel enthousiast. Okay? Ja, ik ben zwaar overtuigd. Ik wil weten wie... Jeroen Houwen. Want? Okay. Wij doen na de training gaan we altijd racen. We hebben gewoon alle drie een stoeltje thuis met een stuurtje erbij, het Formule 1-spel. En dan gaan we met z'n drieën Grand Prix rijden. Ja. Nou,
Hij is niet voor niets twee keer dit jaar al kampioen geworden. En hij is nu ook weer championship leader. Dus ik vind dat hij daar enorm veel aandacht en talent voor heeft. Nou, geef maar een punt. Nou, weet je, ik doe zelf ook aan kickboksen. En ja, ik vond zijn verhaal wel heel erg mooi, weet je. Dat man hoeft zo goed kan kickboksen. Nee, Paski, dit doe jij niet. Dit doe jij niet. Zeg wel. Ik ben opgestaan hiervoor, hè. Ja, nee, dat snap ik. Ja, nee, 2-2. Oké, we gaan naar vraag nummer 5. De allesbeslissende vraag. Welke speler moet echt een Tinder premium account aanschaffen? Nou, Dian de Recht. Oké, waarom? Ja, die moet het circuit nog uitvinden. Hij heeft nog nooit een date gehad, denk je? Nee. Nee? Nee, dus ik vind dat hij eraan toe is. Ik gun het hem. En zo, zeg maar, ik ben het volledig mee eens. Ik ben het volledig mee eens. Ja? Geef maar aan hem? Ja. Het eindigt dus hier in 1-1 in ronde 2. We gaan door naar ronde 3 en daarin wordt beslist wie gaat winnen. De laatste vraag is een inschattingsvraag. De persoon die het dichtst bij het juiste antwoord zit, krijgt namelijk een punt. Ronde 3, inschattingsvraag. Wat is volgens transfermarkt.nl de transferwaarde van jullie beide spelers bij elkaar opgeteld? Ja, ik vind dit wel... Hier gebeuren gekke praktijken. Laat me even zien, het antwoord. Ja, ze hebben het allebei goed. Het is 550.000 euro. Nou, niemand dit pakkie! Paski erin! Ja, ja. Nou, die jongens hebben hun zin gekregen. Ik heb de quiz een beetje gemanipuleerd. Ik heb ervoor gezorgd misschien dat het een gelijk spel gaat worden. Dus ik neem een vlies, ik ga in het park en ze mogen op mijn kontje knallen. Hé, hey, vanaf de 11! Hé, hey, rustig aan, hè? Doe maar. Wat was dit nou, man? Moet je wel raak schieten? Ja, helaas. Het is tot een gelijk spel gekomen. Ja, ik moest ze mijn verlies nemen. Ik moest het doen. En ik gunde die jongens ook wel even een pretje naar die moeilijke vragen. Dit was het dan. Itoro bedankt. Vitesse bedankt. Tot de volgende keer. Ik ga naar huis.